ולא הסתנד שיח ונדם טרויה ונקומן צדיר צוריק ותזוי ויחבין אפר שפילתה ונשתן זכפר דיין בלי מיין גוט, מיין הר, מיין בשפר לייטר מחויס. Ha, Oma. We gaan vandaag in. Jiddisch liedje doen. In het oosten van Europa, midden en in het oosten van Europa, daar was voor de oorlog een grote Joodse, Jiddische cultuur. Met cabarets, met theaters, met zangers, met liedjes, met toneelstukken. En daar werd prachtige muziek gemaakt ook. Het liedje wat we gaan doen heet Ich will euch tun die schiek. Ik wil mijn schoenen uitdoen. Dit is een soort gebed van iemand die zich tot God wendt. Ik wil mijn schoenen uitdoen en ik geef me over aan jou. En zo gaat dat. Het liedje is gemaakt door meneer Itziek Manger. En dat was een Jood dus, die geboren is in 1901 in Tsjernowitz, wat nu in de Oekraïne ligt. Hij is later naar Parijs gegaan en later is hij naar Israël geëmigreerd. Het is door veel mensen uitgevoerd. Ik heb me hier gebaseerd op de uitvoering van de Klezmatics. Met een mooie zangeres, Gava heet ze. Maar door onze eigen Nederlandse Shura Lefkowski is het ook op de plaat gezet. Met de onvolprezen Monique Lansdorp op viool. Nou, de bladmuziek heb ik zowel in C als in GC. En hoe je die kan bestellen vind je verderop. En in ieder geval aan het einde van het liedje. Ik zal het eerst eens even gaan spelen. Komt u. 6e. De begeleiding is heel rustig. Rechts is genoteerd zoals je ziet in de 6/8. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3. Maar links gaan we het heel rustig begeleiden. We gaan niet om. Tja, zoals je dat kent van een jig of een tarantella, nee. We spelen gewoon op de 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, hele rustige begeleiding. Oké, de vingerzetting. De wijsvinger op 5, buitenrij. Vierde vinger gaat naar 7. Nu moeten we terug en we doen het met 4, 5, 4. Zodat we mooi uitkomen om daarna nog naar beneden te gaan. Ik tel tot 1, 2, 3, 1, 2. Zetten we de vierde vinger op 5 buitenrij. We hebben een telrust en daar in die tel springen we over van de vierde vinger. En met de vierde vinger naar 4 van 5 buitenrij naar 4 binnenrij. Om te kunnen spelen. Oké, vooraan. 1, 2, 3, 1, 2. 4, 5.
springt. Wijsvinger. Hetzelfde. Vierde vinger springt. Dat zijn de eerste twee vingers. Niet heel moeilijk. Let even op je vingerzetting. Doe nog een keer. 1, 2, 3, 1, 2. Duw. Wijsvinger. 4, 5. Vierde vinger duw. Gaan door. Derde regel. Niet moeilijk, hè? Derde regel. 1, 2, 3, 2, 2. 1, 2, 3, 1, 2. Eindig op de derde vinger. En we nemen over met de tweede vinger. En zoals je ziet is de vierde regel gelijk aan de tweede regel. Dus die hebben we al. Einde van de derde regel. Wijsvinger duw, vier binnenrij. 1, 2, 3, 1, 2. En weer diezelfde vinger zetten. En de vier die springt. Oké, tot zover. Vooraan beginnen. 1, 2, 3, 1, 2. Duw. Tweede vinger. Duw. Vierde vinger. Binnenrij. Tweede vinger. En we duwen. Vierde. In de laatste regel, op maat, vijf buitenrij, de A en dan tegelijk, meteen daarna, vier binnenrij, duw. Zelfde toon, vijf buitenrij, vier binnenrij. Ja, ik speel even het opmaatje, de laatste noot van de vierde, 1, 2, 3, 1, 2. Dan doen we nog 1, 2, 3, 1, 2. Vierde vinger. In de derde maat springen we eventjes over. Van de derde vinger op vier binnenrij naar de vierde. Om het sequentje te kunnen spelen. Ja. Nog een keer. Laatste noot, vierde regel. Op maatje 1, 2, 3, 1, 2. Fout 1, 2, 3, 1, 2. Vierde vinger. En hetzelfde. En aan het einde staat del signo al fine. Dat wil zeggen dat je del signo, het vanaf het teken tot aan het einde. Het signo vind je zintje bovenaan, die mooie kroon met het streepje doorheen en twee puntjes. Dus waar staat del signo al fine? Daar beginnen we weer. Bij het teken vooraan en we spelen de eerste en de tweede regel tot waar fine staat en daar is dan het einde. Oké, we gaan het even oefenen. We spelen de laatste regel, de derde vinger op vier binnenrijen. 3 en... Vierde vinger. We nemen tweede vinger en signo. Duw. Tot fine. En het liedje is uit. Nou, dat viel nogal behoorlijk mee, zou ik zeggen. We gaan nog één keer spelen. Tweede vinger op vijf buitenrij.
vierde vinger op 7. 1, 2, 3, 1, 2. Tweede vinger. 4, 5. Vierde vinger. Nou, dat was niet zo heel moeilijk. Luister vooral ook naar YouTube. Ga die titel even intikken en dan kijk je op YouTube wat voor uitvoeringen je daarvan ziet. En let vooral op die van de Classmatics met Gava. Mijn achternaam even kwijt. Nou ja, dat vind je wel. Prachtige muziek. Hoe je aan de bladmuziek komt, dat volgt in het volgende. En ik zeg tot ziens allemaal. Bye bye.